Cornuit legt uit. De podcast van Wakker Nederland. Hier is jouw presentator. Jaap Cornuit. Jaap Cornuit. Nou, dat geeft het niet. Welkom luisteraars en luisterettes. Ja. En fijn dat je weer luistert naar Cornuit legt uit. Ja. Dit is aflevering 143 alweer. We gaan het toch vlot, hè? Ja, echt wel. Ja. Nou ja, mijn naam is Chantal Duval. Ja. En Jaap die is vandaag wat later, want hij doet vandaag auditie bij The Voice, of Holland. Ja. Ja, want zoals je weet, hij wil al een tijdje een beroemde artiest worden. Ja. En dat... Godgloeiende vinkentering. Oh, hallo Jaapie. Krijgt de vliegende coronapest. Oh, nou. Hallo Chantal, hallo Frank. Hallo. Stel ik je teringlijers. Weet je. Dat heb ik weer. Ja, doe even rustig, Jaap. Ga even zitten. Hè? Ja. Wat is er nou? Waarom ben je zo boos? Nou. En hoe ging het bij The Voice of Holland? Ja. Hoe ging het bij The Voice of Holland? Ja. Nou, dat zal ik je vertellen hoe het ging. Nou. Ik wil al jaren beroemd worden. Mm-hmm. Ben ik eindelijk uitgenodigd bij de pokkenprogramma. Ja. Wordt het gecanceld. Oh. Gecanceld? Ja. Hè? Hoezo dat nou weer? Nou, dat zal ik je vertellen. Ja. Want het schijnt dat er achter de schermen sprake is van ongewenste intimiteiten. Oh. Ja. Door onder andere Ali B, Marco Borsato en Jeroen Rietbergen. Hè? Wie is dat? Ja, dat weet ik ook niet. Oh jee, wat vreselijk. Maar dan moet je toch juist blij zijn dat het niet doorgaat? Nee, dat maakt me nog veel bozer. Oh ja? Loop ik dat ook nog eens mis? Oh. Want wie wilde nou niet onzedelijk betast worden door een bekende Nederlander? Nou, inderdaad zeg. Heb je die met je blok al eens goed bekeken? Ja, nou, godgloeiend. Het is toch godgloeiend? Ja, Jaapie. Nou is het even afgelopen, ja? Ja, maar... Ik vind het heel erg voor je. Ja. En ook een beetje voor de slachtoffers. Ja. Maar het moet afgelopen zijn met een gevloek van jou. Oh. Ja? Dat is niet leuk voor ons en dat is ook niet leuk voor de luisteraars. Zo. Ja, oké. Ik heb het maar gezegd. Ja! Welkom luisteraars en luisterettes. Ja, maar... En fijn dat je weer luistert naar Cornuit legt uit. Ja. Dit is aflevering 143 alweer. Ja, maar dat heb we ik... gaan het toch hard, hè, Chantal? Mijn naam is Jaap Cornuit. Ja, dat heb ik allemaal al gezegd, Jaap. Ik was al begonnen, weet je nog. En dat wat je net hoorde, dat was Chantal Duval. Nou ja, zeg. Vandaag gaan we het hebben over ongeremde seks. Hè? Nee. Nee? We gaan het hebben over ongewenst gedrag, Jaap Cornuit. Oh, nou ja, potato. Hè? Maar eerst community. Nou ja, zeg. Hou vol, Chantal. Ja. Even kijken hoor. Oh ja. Ja, we hebben groot nieuws, mensen. Oh. Want ja, voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid... Ja? ...heeft Cornuit legt uit een eigen website. Oh ja. Ja, ja, ik heb een website gebouwd. Ja. Leuk, hè? Oh, heb jij die website gebouwd, Frank? Ja, dat heb ik. Dat heeft hij. Ja. Dus als het niet zo goed werkt, mensen, dan weet je waar je moet zijn, hè? Hè? Niet zo goed werkt. Hey, en heeft die website ook een webadres? Ja, cornuitlegtuit.nl. Ja. Alles aan elkaar. Leuk. Ja, en met hoofdletters, hè? Hè? Hoofdletters? Ja, behalve de punt. Ga er eens naar kijken, hè? Want dat is ontzettend leuk. Zeker. Er staat dezelfde meuk op als op YouTube en Spotify. Ja. Dus dan kun je daar luisteren. Ja. Maar, het grote nieuws, je kunt nu direct en lekker anoniem reageren op de uitzendingen. Oh, echt? Dus niet meer via onbetrouwbare mainstream media zoals Facebook. Nee. Instagram of Vriendenplek. Oh. Dus we gaan het even doen, hè? Ja. Cornuit legt uit. Laat even een reactie achter. Ja, leuk. Leuk. Doen, hè? Ja. Oké, de plays die blijven maar doorstijgen. We zitten nu op meer dan 750 per week op Spotify alleen. Zo. En we hebben op Instagram meer dan 1000 volgers. Ja. En maar liefst 161 abonnees op YouTube. Oh. Zo weinig. Ja, dat is niet zoveel, hè? En weet je, weet je wat ik heb gelezen in de statistieken, Chantal? Nee. Dat de meeste views op YouTube die komen via Vriendenplek. Hè? Vriendenplek? Ja. Of via WhatsApp. Ja, WhatsApp. Hè, dat ze dingen doorsturen naar elkaar. Oh ja. Of door de aanbevelingen van Richard Groenendijk. Zo. Ja. Ja. Wat leuk zeg. Ja, leuk hè. Richard Groenendijk, heel erg bedankt hoor. Dat is weer eens wat anders dan het algoritme, hè? Goed. Ja. Ja. Hé, en Jaapie, hebben we nog nieuwe recensies? Dat is dus precies waar ik het nog even over wil hebben. Ja. Hè? Want er wordt wel veel geluisterd. Mm-hmm. Maar er zijn helemaal geen nieuwe recensies. Oh. Hè? Stelletje luie honden. Oh. Dus ga het even doen, ja? Ja, ga het even doen. Ja, en 5 sterren graag. Hé, want anders hoeft het niet. Oh ja, en het kan trouwens tegenwoordig ook via Spotify, hè? Ja. Dus niet alleen maar meer via Apple Podcast. Ja, oké. Okay. Nou, genoeg daarover. Hè? De recensies zullen wel binnenstromen. Ja, dat denk ik ook. Breek het nieuws. Oh ja. Frank? Ja. Frank? Ja. Frank? Ja, wat is er? Knal hem er maar in. Oh, dat zei mevrouw ook vannacht. Hè? Wat zeg je nou? Komt-ie. Brekend nieuws. Brekend nieuws bij Cornuit legt uit.
Sprekend nieuws. Altijd het laatste nieuws als eerste. Zo. Lekker ba... Hé, hoe is dat nou? Er zit helemaal geen koffie in mijn koppie. Wat is dat? Chantal? Ja? Waar is mijn koffie? Oh. Sorry, maar er is geen koffie, want het koffiezetapparaat is stuk. Hé? Geen koffie? Nee. Ja, maar wacht even. Zonder koffie kan ik ook geen nieuws doen, toch? Ja, sorry, maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Ja, maar wat is er dan mis met dat ding? Ja, ik heb geen idee. Maar de aanknop die doet helemaal niks. Oh. Er komt helemaal geen stroom op het apparaat. Oh mijn god. Frank, heb jij er verstand van? Oh, je moet gewoon even IT bellen. Oh ja, dat is een goed idee. Bel IT, Jaapie. Ja, ik bel IT. Zo. Ja. Oh, ik krijg telefoon. Ja, hij gaat over. Hallo, met IT met Frank Groot. Ja, hallo Frank. Oh, hallo. Zeg, het koffiezetapparaat doet het niet. Oh ja, nou heb je hem al eens aan en uit gezet? Oh ja. Misschien moet je hem gewoon even opnieuw opstarten. Ja, nou, je denkt toch niet dat ik dom ben zeker? Nou, om eerlijk te zijn... Nee joh, die aanknop die doet helemaal niks. Er zit geen stroom op. Oh. Zit de stekker er wel in? Oh, de stekker. Ja, wat zeg ik nou net? Je denkt toch niet dat ik dom ben? Nou. Hij doet het wel, Jaapie. Hè? Oh. Nou, laat maar zitten, Frank. Huh? Hij doet het alweer. Oh, oké. Okay. Ja, we hebben het zelf opgelost. Oh, ja. Ja, bedankt, hè, voor niks. Hey? Dag. Ja, dag. Jongen, jongen, wat heb je daar nou aan? Zo, Jaapie, kijk eens. Een lekker bakje koffie. Lekker, Chantal. Zo, hé, hé. Daar was ik er toe. Ja, dat wil ik wel geloven. Lekker bakje, Chantal. Ja? Ja, dat gaat er wel in. Oh, dat zei mijn vrouw ook vannacht. Nou, Frank, dat kun je toch niet zeggen? Hé? Hoezo? Nou? Nee, je hebt niet eens een vrouw. Hé? Oh, ja, sorry hoor. Het is maar een grap. Ja, nou echt super grappig, Frank. Ah, je hebt gewoon geen gevoel voor humor, jij. Ja, oké. Okay. Nou, als ik even door mag. Ik heb nog het nieuws, ja? Goed. Wat staat er in de Telegraaf van vandaag? Ja? De Voice of Holland. Oh ja. Ja, er is aangifte gedaan tegen Ali B. Wegens verkrachting bij de Voice of Holland. Ja, vreselijk. Ja, maar daar wil ik het niet over hebben. Oh. Nee, maar... Even kijken, ander nieuws. Marco Borsato, ja? Die is beschuldigd van betasting van minderjarigen... Oh mijn god. ...bij de Voice of Holland Kids. Oh mijn god, wat erg. Ook alweer de Voice of... Oké, nee, gaan we het niet over hebben. Jammer. Ander nieuws. Jammer, ja. John de Mol, je weet wel, de baas van de Voice of Holland... Ja. Die heeft een nieuw programma-idee. Oh, gelukkig. Oh. Wie is de Snol? Hè? Een wekelijks programma waarin we erachter moeten komen... Ja. ...wie er achter de schermen van de Voice of Holland allemaal ontucht pleegt. Oh. Dat vind ik wel een goed idee. Nou ja, het gaat alleen maar over de Voice of Holland. Ja, maar daar wil ik het niet over hebben. Ja, maar het is hartstikke belangrijk, Jaap Kornuit. Oké, heel kort dan. Ja? De Voice of Holland, dat is dus gecanceld... Ja. ...omdat achter de schermen vreemde dingen gebeuren. Ja. Ali B, Marco Borsato en Jeroen Rietbergen, wie dat dan ook mag zijn... Ja, weet ...die ik maken niet. Zich schuldig aan ongewenste imiteiten... Ja. ...en ook alle sponsors hebben zich afgetrokken. Teruggetrokken. Verder wil ik het niet meer over hebben, want het is al erg genoeg voor mij. Hè? Godverdomme. Jaap Kornuit, is het nou een keer afgelopen met dat gevloek? Ja. Nee, dat wil ik niet meer hebben. Ja, oké. Okay. Ander nieuws. De Amerikaanse zingende vleesklomp Meatloaf is dood. Ach, Gossie. Hij is 74 jaar geworden. Jeetje. Voor de mensen die niet weten wie Meatloaf was, laten we even een stukje luisteren. Oh ja. Oh, leuk zeg. Ja. Ja, dat nummer weet ik nog. Ja, maar Chantal... Ja, dat was altijd op het schoolfeest. Ja, en als dat nummer... Dan gingen we allemaal dansen. Ja, stil nou even. Ja, prachtig zeg. Die stem. Ja, heel mooi. Daar krijg je toch kippenvel van, hè, Jaap? Ja, dat was een grote hit. Dat is gewoon nostalgie voor mij. Ja, een goede tekst ook. Ja, leuk. Nou, dat was dat. Ja. Dat was dus een fragment. Hè. De bejaarden onder ons die zullen het wel herkend hebben. Mm-hmm. Van het nummer Paradise by the Dashboard Light. Ja. Dat is een nummer over verkrachting in een Honda Civic. Ja. Ergens aan de rand van de Biesbos. Ja. Dat is dus uitgevoerd door Meatloaf. Ja. En geschreven door niemand minder dan de talentvolle Jeroen Rietbergen. Ja. Ja, wie is toch die man? Oh, ja, dat zei mijn vrouw ook vannacht. Oh. Oh, die vind ik wel grappig, Frank. Ja, houd toch eens op, joh. Oh. Is er nog ander nieuws? Er is nog een nieuwtje. En dat gaat over de bijwerkingen na het nemen van een coronavaccin. Oh, dat vind ik wel interessant. Ja, want wat blijkt nou? Nou? Dat in 60% van de gevallen van de mensen die bijwerkingen krijgen... Ja? Dat die bijwerkingen psychisch zijn. Oh ja, dat klopt ja. Ja. Ja, dat heet het nocebo-effect. Ja, dus je wordt er depressief of schizofreen van. Hè? Nee, dat bedoelen ze niet, hè? Hè? Nee, dat betekent dat die bijwerkingen tussen je oren zitten. Ja, precies. Ja, dat zeg ik toch? Net als autisme. Nou... Goed, dit was het nieuws. We gaan wat anders doen.
Je luistert naar Cornuit legt uit. Zin in een filmpje? Is het een hit of is het dikke shit? Filmtip. Lekker even weg van huis of toch maar weer liever voor de buis? Filmtip. Hier komt de filmtip. De ongezouten mening over de laatste films. Filmtip. Ja, mijn naam is Frank Groot en dit is weer een nieuwe filmtip. Ja, en hou het kort hè Frank, want we zijn al over de 10 minuten heen. Oh, dat zei mevrouw ook vannacht. Ja, dat is niet grappig Frank. Nou goed, het is 2022 ja. En dit jaar staan er ontzettend veel nieuwe films op de agenda. Oké. Okay. 251 om precies te zijn. Ja, maar je gaat ze toch niet allemaal... Daar komen ze. Oh mijn god. Op 1, My Hero Academia World Heroes Mission. Ja. Dat is animatie hè, of zoals de Tjerren zeggen. Hè? Anime. Dit is ja, op 2, Aha the Movie. Je weet wel, Aha was die band uit de 80's. Oh ja. En er is blijkbaar een film over gemaakt. Ja, leuk. En die komt in de bios. Ja. Goed, op 3, Scream deel 5. Ja, wat een giller. Op 4, Hitler heeft mijn roze konijn gestolen. Hè? Ja, dat is een rerun, hè. Wat? Dat was super populair, dus vandaar dat hij nog een keer in de bios komt. Ja, ja. Op 5, het zal wel. Maya en het Gouden Ei. Oké. Okay. Op 6, Puss in Boots, The Last Wish. Ja. Op 7, ja. Downtown Abbey, A New Era. Oké, okay. Ken je... Op 8, De Notenkraker en de Toverfluit. Ja. Ja. Toverfluit. En dat zei mevrouw ook vannacht. Ja, oké. Okay. En door. Op 9, Jackass Forever. Ja, leuk. Op 10, ja. Bombini Holland 3. Ja, sneller. Op 11, ja. Zwanger en Co. Ja. Ja, dat zei... Nee. Oké. Okay. 12, Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1. En dat is weer een Tsjechisch anime. Animatie. Ja, 13, Sonic the Hedgehog 2. Oh mijn god. Op 14, Fantastic Beasts, Secret Dumbledore. Ja, sneller Frank, sneller. 14, Fantastic Beasts, Secret of Dumbledore. Heb je al gezegd? 15, Indiana Jones 5. Ja. Bob's Burgers, Anime. Ja. Mission Impossible 7. Ja, okay. Top Gun Maverick. Ja, Jurassic Park, Wordtose, Malaysia. Ja, okay. En stop. En The Batman. Oh ja, die vind ik wel leuk. Ja, dat is leuk, goed. Hè? Ja. Waar zit het? Zoals je hoort, heel erg veel films de komende tijd. Ja. Dus maak je borst maar nat. Dat zei mijn vrouw ook vannacht. Hè? Dat vind ik niet grappig. Nee, nee. Hé, maar Frank, de bioscopen zijn toch allemaal gesloten? Daar hebben we toch helemaal geen reet aan die lijst? Ja, dat weet ik ook wel. Maar je kent ze toch ook streamen? Streamen? Ja. Ja, ik zal jou streamen geven. Oh, dat zei mevrouw ook vannacht. Wel, godgloeiende Jezus. Jappie, hou op met vloeken. Nou goed, welke film wil jij graag zien? Wilde Nachten met Lola. Laat ons weten in de reacties op onze nieuwe website cornuitlegtuit.nl. Ja, wel doen hè. Mijn naam is Frank Groot en dit was de filmtip. Godzijdank, is het klaar nou? Oh wacht, ik vergeet de Marvel films. Nee. Reclame! Luister nu de nieuwe hitsingle van Marco Borsato en Ali B. Oeps, nou doe ik het weer. Oeps, nu doe ik het weer. Mijn hand op je kop. En nog een keer. Je bent nog zo jong, maar geen baby. Oeps, dit kost me mijn baan. Dit kost me mijn baan. Toch maar laat ik me gaan. Je weet toch. Ik ben een viezerik. Twee vingers in je doos, kom op. Oeps, nou doe ik het weer. Van Marco Borsato en Ali B. Geschreven door Jeroen Rietbergen. Wie? Oeps, nou doe ik het weer. Luister nu op Cutify. Reclame! De gast. Op bezoek bij Cornuit. Even lekker ouwe hoeren. Gezellig! Weet jij dat? Is dat een nieuwe app of zo? Dat weet ik niet. Hè? Dat Cutify. Nee, ja, ik heb het niet. Heb ik niet. Nee, ik ook niet. Nou ja, oké. Ja, welkom. Gezellig. Ja. Ja. Ja, zeg je de Voice of Holland? Ja, dat denkt iedereen natuurlijk gelijk maar aan één iemand. Ja. En dat is niemand minder dan... Kim Holland. Ja, de 52-jarige actrice uit Den Haag. Ja. Hoi, welkom. Hi, hallo. Ja, nou Kim, jij bent bekend van tv-series en films. Ja. Zoals de tv-kantine. Ja. En Vet Hart, hè, dat was een film uit 2005. Hartstikke leuk. Superleuk, ja. En niet te vergeten, de kaskraker 1-0 Gangbang. Ja. Oh ja, die was ja, superleuk was die. Ja. Maar Kim, ik wil even vragen. Ja? Misschien had je het wel gehoord, maar ik wil al een hele tijd heel graag heel beroemd worden. Oh. Ken ik ook niet een keertje meedoen in een van die films? Oh, nou ja, zullen we dat na de uitzending even bespreken? Ja. Ik denk dat ik wel wat mogelijkheden zie, hoor. Ja, echt? Oh. Ja. Oh, dat lijkt me superleuk. Ja. Ja. Ja, maar zie je er toch altijd spannend uit, Kim? Oh, ja, vind je? Goh, ik krijg het een beetje warm. Ja, maar... Kan je niet even een raampje open doen, Chantal? Ja, nee, wacht eens even. Okay. Er wordt helemaal niks zo. Hè? Nee,
Jij hebt de gast uitgenodigd, ja? Omdat we hier een serieus gesprek gingen voeren, ja? Over ongewenst gedrag, hè? Oh, maar... Ja, nee, lijkt me beter als ik het even doe. Hé, hey, Kim. Ja, Chantal? Wat vind jij er nou van, hè? Al dat Voice of Holland gedoe. Oh, ja, dat vind ik schandalig. Ja? Ja, nee, want voor niks gaat de zon op, hè? Nee. Oh ja, dat zeg ik ook altijd. Als er iemand seks wil hebben, ja? Ja, dan moet hij daar ook voor betalen, vind ik. Hè? Oh ja, ja, oh zo. Ja, maar... Dus we zijn het er wel over eens dat ongewenste intimiteit niet getolereerd moet worden. Oh, zeer zeker. Nou ja, aangezien jij de expert bent in ongewenste intimiteit... Ja? Kun je dat misschien uitleggen aan de luisteraars? Wat is dat eigenlijk? Oh ja, natuurlijk. Ja, Kim, leg het eens even uit aan de luisteraars. Wat is dat eigenlijk, onbegrensde intimiteit? Ongewenst, Jaap. Ja, dat zeg ik toch? Ongewenste intimiteit is elke vorm van gedrag... Ja? Al dan niet van seksuele aard... Oké. Okay. Of toenadering... Ja? In verbale, ja? Non-verbale, ja? Fysieke, ja? Of schriftelijke zin... Oké. Okay. Opzettelijk, ja? Of onopzettelijk... Ja? Die door de persoon die het ondergaat als... Ja? Ongewenst, onbegrensd, of gedwongen wordt ervaren. Ja, ja. Oh, nou, dat vind ik een hele mooie definitie, zeg. Ja, echt supermooi, Kim. Ja, hey, maar Kim, wat kun je er eigenlijk tegen doen? Heb jij tips? Het is belangrijk dat je ongewenst gedrag zo snel mogelijk corrigeert. Hè? Oh ja, bedoel je dan gewoon straffen eigenlijk? Ja, precies. Oh ja. Straffen. Ja, oh ja. Ja, dat weet ik. Want ik heb een vriendin en die heeft een dochter, een tiener. Hey. En als die dan vervelend is, dan pakt ze gewoon de telefoon af. Oh. Bedoel je zoiets? Nee, dat is ouderwets. Oh. Het is ouderwets. Dat werkt helemaal niet. Nee, je moet ze gewoon pijn doen. Ja. Hè? Dat werkt bij jonge kinderen ook altijd heel goed. Ja, gewoon pijn doen. Nou, ik heb 3 eenvoudige stappen om ongewenst gedrag af te leren bij anderen. Andere mensen. Oh, dat vind ik wel interessant. Wat is dan de eerste stap? Ja, wat is de eerste? Nou, de eerste stap is heel simpel. Oh. Je moet ze gewoon even vastbinden. Oh ja, vastbinden. In de opvoedkundige wereld heet dat bondage. Bondage? Bondage? Ja, kijk Chantal, hier heb ik een touw. Oh ja. Als jij Jaap Cornuit nou eventjes vastbindt. Oh ja, dat is goed. Dat is mooi voor het voorbeeld. Ja, Jaap, kom even hier. Je armen op je rug. Nee, ga maar even op je knieën zitten, dan kan ik je even goed vastbinden. Nou, maar ik wil niet... Nee, niet zo tegenstribbelen nou. Ja, kom op, Jaap. Precies, gewoon even luisteren. Ja, het is voor het voorbeeld. Voor het voorbeeld. Zo, nou, ik heb hem vastgebonden. Ja. En wat is stap 2, Kim? Ja, stap 2 is dat je hem weer losmaakt. Ja, nou, stap 2. Los. Dat is als het zeuren, zeuren en de verbale agressie nog doorgaat... Ja. Dan doen we eventjes de bal in de mond. De bal in de mond? Oh ja, de bal in de mond. Helemaal niet. Ja. Je krijgt de tering maar. Nee, ik ga echt niet die... Hier, even de bal in de mond. Ja. Zo, en dan maak ik even het riempje vast achter je hoofd. Zo. Heel goed, Chantal. Ja? Ja. En als dat dan nog steeds niet werkt... Ja, wat dan? Als die zich blijft verzetten... Ja. Dan geven we even een corrigerende tik. Een corrigerende tik? Ja, en dat kan met dit zweepje. Oh ja. Maar ik gebruik zelf liever... Oh. De taser. Oh ja, de taser. Oh, geef maar. Ja, hier Jaap. Zo, dat zal je leren om elke keer zo te vloeken in de uitzending, hè Jaap Cornuit? Ja, nou heel goed gedaan, Chantal. Oké, Jaap. Nou, ik denk dat je nou je lesje wel geleerd hebt. Je mag weer vrij. Zo. Oh mijn god. Nou ben ik aan de beurt. Hè? Ja, dat zei mijn vrouw ook vannacht. Oh ja, hier, pak aan grappen maken. Hé, hey, ik was aan de beurt. Nou, Kim. Ja? Ik wil je heel erg bedanken voor je komst naar de studio. Oh, geen probleem. Ik vond het heel erg leerzaam. Ja? En ik denk onze luisteraars ook wel. Ja, hey, luisteraar, laat je reactie achter op onze website. Ja. Cornuitlegtuit.nl. Precies. Wat zei jouw vrouw vannacht? Hé, pas op hoor. Niks daarvan. Oh nee, hoe ga jij om met ongewenst gedrag? Ja, precies. Oh mijn god, Chantal. Hou vol, Jaap. Dat was het weer voor deze week. Ja, wat was het weer gezellig, hè? Ik ga eens even bijkomen. Oh, dat zei mijn vrouw ook. Zo. Au. Ja, nou bedankt voor het luisteren en vergeet niet te liken en te abonneren. Ja. En dan zijn we er volgende week weer, denk ik. Ja, wie weet. Houdoe. Doei. Dag. Hé, ja? De taser doet het niet. En dan ben je er gewoon even naar IT. Oh nee, hij doet het alweer. Chantal, waarom doe je dat nou? Oh ja, daar had ik gewoon zin in. Ja, maar je kunt toch niet zomaar iets bij een ander doen omdat jij daar zin in hebt? Ja, natuurlijk wel. Ja, dat vind ik ook. Nou ja, zeg.